Hallo, vandaag is het Internationale Kattendag. Kattendag. Waarom kat? We hebben laatst al een kat getekend, toch? Ja. Kattendag. Ik vraag me af, is er dan ook nog een poezendag? Of is alleen een dag voor de kat? Nou, misschien was dat de vorige keer, hebben we dan een poes getekend en tekenen we vandaag een kat. Ik zie dat verschil niet zo, maar goed. Laten we een kat gaan tekenen. Doe je mee? Ja, het is vandaag de dag van de kat. Nou, hebben we laatst al een poes getekend volgens mij. Dus nu, ja, ik zie het eigenlijk het verschil niet zo tussen een kat en een poes. Maar ja, er is natuurlijk wel verschil. Alleen zie je dat niet. Tenminste, niet zo als het eerste oogopslag. Maar ja, kat, poes. Laten we dan maar weer een kat gaan tekenen. Dat was de vorige keer een poes en gaan we nu een kat tekenen. Wat ik altijd zo mooi vind als zo'n kat in het zonnetje zit of op de rugleuning of in een raamkozijn. Lekker in het zonnetje en hij ligt zo lekker te doezelen. Dan heeft hij zijn ogen dicht en laten we eens een kat tekenen met zijn ogen dicht. Zodat hij, ja, gewoon als hij zo lekker tevreden in het raamkozijn ligt. Nou, ik begin met de neus. Zo. En hier die dichtknepen oogjes. Zo, dat is 1. En dat is 2. Ja, het kinnetje zo. Snorharen. Hier natuurlijk wat. Streep op die kop. Zo. En dan hier ook nog zijn oren. Bovenkant van de kop van de kat en dan natuurlijk zo de zijkant van de kop van de kat. Laten we die eerst zomaar eens even tekenen. Ah, je ziet het al. Ja, het is nog goed kijken hoe ziet het, hoe lopen die haartjes, hè? Dat is altijd welke kant lopen die haartjes op? En waar zitten de vlekken van de kat? Dit is een beetje gestreepte kat, dus die ogen die blijven vrij van de. Neus ook.
wel heel wat haartjes, maar voor de rest niet. Nou, je ziet het wel, deze kat ligt lekker in het zonnetje. Lekker te doezelen. Ik zou zeggen, ga ook eens een kat proberen te tekenen. En ja, dan zie ik jullie morgen in de volgende video. Tot morgen.